gaan we nu verder met de benen. Ik heb de pelvis al geselecteerd. En we gaan nu iets doen met het joint tool. We gaan namelijk eventjes de... wacht even, dan moet ik even de joint tool... Had ik het nou? Ja, nee, hier. Ik ga de symmetry gebruiken. Symmetry zet ik aan met draw. En laten we maar gelijk even kijken of de settings goed zijn. Child length, none. Origin world, local, YZ. Dat is dus deze as en die as. Prima. En dan gaan we naar het front view. Waar we in eerste instantie even beginnen met de heupen. Die zitten ongeveer hier. Dus ik hou de control key ingedrukt. En ik ga links beginnen. Dat maakt eigenlijk verder niet uit. En vervolgens zet ik hier mijn knieën neer. Hier ongeveer de enkels. En ik doe er één of twee in de voet wat je wil. Als je het heel simpel wil houden, doe je er gewoon één. Ik zet er hier één neer en hier één. Nou, worden die bones natuurlijk in een rechte lijn onder elkaar getekend. Dus als ik naar F3 ga, dan zitten ze helemaal fout. Nee, die heupen zitten te ver naar achter, et cetera. Dus ik ga nu bij symmetry even zeggen, draw is er al, dus daar hoef ik verder niks mee te doen. Ik ga gewoon moven. En ik zet de heupen dus naar voren. En de knieën naar voren. Zorg ervoor dat er enigszins een knikje in komt. En eigenlijk kan alles nu recht naar voren. Even inzoomen. Zo. Hier midden op de enkel. Het is het mooiste als je een joint precies op een subdivisie hebt. Dus precies op een lijn van vertices. Deze gaat naar voren naar de wreef. En deze gaan helemaal naar voren naar de tenen van de schoen. Je ziet dat alle bones gewoon in de geometrie vallen. Die moeten er ook niet buiten steken, want je gewrichten steken ook niet buiten je lichaam. Dus het is hartstikke logisch. Ik nu even naar F5 ga en ik ga eventjes kijken hoe dat er allemaal uitziet. Ah, het ziet er netjes uit. Goed, dan ga ik het nu allemaal eventjes renamen. Wat je ook kan doen is mirroren en dan kan je gelijk een L voor een R vervangen. Want wat het allerbelangrijkste is, is ik heb hier de linkerheup is L underscore hip. En dat je duidelijk aangeeft aan welke kant van het lichaam van het karakter het zit. Dus ik pak hier L knee. En L foot. En L toes. Het is even een werkje, maar dat moet je dus aan deze kant ook doen. Met het mirror tool zou je dat helemaal kunnen kopiëren. Nee, die mirror tool zit hier. En dan kan je dus één been tekenen. En daarna zelfs met de weights en de keychains die eraan hangen, kan je dat overkopiëren. Maar ik vind het handiger gewoon om het stapje voor stapje zelf handmatig op te bouwen. Zijn heup zit een beetje laag trouwens, zie ik hier. Maar ik denk dat dat wel oké.